Woensdagavond 5 januari was in Rhône en Portugal de jaarlijkse kerstbomenverbranding. Na een geslaagde verbranding in Portland was het nu de beurt aan de andere dorpskernen. De roperun verzorgde de aanwezigen met warme chocolademelk en glühwein. Rond 7 uur stak de brandweer het vuur aan. Een half uur later kreeg de brandweer een melding in verband met de brand in Moerdijk. Het vermoeden bestond dat een eventuele giftige rookwolk over de regio zou waaien. Ondanks deze melding heeft het vreugdevuur tot zeker 7:15 de omstanders warm gehouden.